Ass on the back, look like Lap sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk. Fishy hier weer. En vandaag weer een hele nieuwe singleplayer hier op mijn kanaal natuurlijk. Assassin's Creed Unity. Met dank aan Ubisoft dat ik deze game kan gaan spelen. En hartstikke leuk natuurlijk. Ik ben echt een Assassin's Creed fanaat. Ik heb heel veel Assassin's Creed gespeeld. Ik heb niet allemaal gespeeld, maar wel echt heel veel. Ik heb ze wel allemaal gekocht trouwens uiteindelijk. Maar ik heb echt nog op de Xbox 360 heb ik bijvoorbeeld... pas geleden was er een aanbieding dat je deel 3 kon krijgen voor 50% korting of zo. Toen heb ik gekocht. Ik heb het nog nooit gespeeld. Maar ja, het is natuurlijk het leukste om deze game te gaan spelen. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk gaan vinden. En geef me ook duimpjes. Steun me er ook mee. Elke 2-3 dagen komt het online. En... we gaan gewoon lekker spelen. Ik vind het hartstikke leuk ook om singleplay te doen. En dat is af en toe het nadeel van als YouTubers zijn. Dat je inderdaad, ik had het gisteren nog met Paul over. Dat je heel vaak gamet. En dan game bijvoorbeeld met Call of Duty bijvoorbeeld echt om voor de YouTube en zo. En dit is ook leuk natuurlijk om op te gaan nemen. Want je zit wel in een verhaal. En het is gewoon leuk om te doen gewoon, denk ik. Nou, nogmaals, geef het een blauw duimpje omhoog. En nogmaals, dankjewel Ubisoft. Nou, we gaan beginnen. En ik weet dus absoluut niet hoe alles in elkaar zit. Ik had net even gekeken, toen dacht ik van mezelf, oh, hij start meteen de game op, lijkt al. Dus ik denk, ik ga even opnieuw starten. Yes, the past is not lost. Nou, ik hoop dat ik zo meteen de ondertiteling kan aanzetten in de game. Maar daar heb je de DNA-strang natuurlijk weer. Waarin we waarschijnlijk weer tijdlijnen natuurlijk terug gaan halen. Hè? Synchroniseren, zoals dat heet. Nou, ik heb er zin in. Echt leuk. Nieuwe game. This is total immersion entertainment. With the press of a button, you will experience the most pivotal moments in history. All from the comfort of home. Nou. Welcome to Helix. Ik weet niet of dit erbij hoort, maar... oh ja, Bob. Oh, dit hoort er wel bij. Ik denk dus dat deze de intro of zoiets van niet, snap je? Lol. Maar ja, oh, dit is de Helix. Oké, okay. En oh! Oké, duidelijk. Dit zijn alle stories dus. We gaan de Tragedy of Jacques de Molay. Toch? De Tragedy of Jacques de Le Molay. Oké. Nou, let's go. Ja. Nou. Ik weet niet hoe lang een aflevering duurt. Ik probeer dat rond een kwartiertje. Vind ik zelfs lekker om te kijken. Een kwartiertje. Moet ook niet te lang worden. En ligt daar een beetje aan de storyline. Als ik denk van, hé, hey, zitten wij tegen het einde aan? Of ik ben pas halverwege, dan keep ik het altijd even. Dus, laat even achter de comments. Of je trouwens, of jij ook Assassin's Creed Unity al hebt gekocht. Of dat je misschien denkt van, nou, ik ga kijken bij jou. En misschien koop ik het wel. Hè? Dat is ook natuurlijk leuk. Nou. Hij ziet wel dat het wel echt next gen is. Paris, France, 1307. Mm-hmm. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, 1307 in het Frans, maar het is niet wel Paris, hè? Huh? Paris? Oh, nog geen ondertiteling, sorry. Maar dat ga ik zo meteen proberen in de game. Ik ben bang als ik nu een knopje druk dat ik dan in de game zit. Hij wil dus met de Grandmaster spreken. Another day. Vandaag niet, morgen! Oh, ik heb een papiertje waarin dat wel mag. Klote. Ja, oh, haha. Hallo. Oh. We are betrayed. Draw your swords, men. Defend the temple. Yeah. Not you, brother. I have a different task for you. Come with me. King Philip's moving faster than we expected. Even kijken of ik hier options eventjes game options subtitles.
Subtitles, kijk. Is het Nederlands? Kunnen dat? Dat weet ik wel, toch? Dutch, Dutch. Oké. Okay. Oh. Wacht, ik zag nog eens. Subtitles. Ah. On. Oké. Okay. Assassins. I thought the Mongol Khans broke their power. Let's go. The assassins are far older than Massacre. Their anarchic delusions are virulent as a plague. Yeah. Less easily eradicated. Oh, with the. Well, eventjes. Ha! We will not prevail this night, but if you make haste, we may yet save our order. What must I do? Go to the tower. Take the sword and the book. Hide them. They must not fall into the assassins. Ah, daar ben ik goed in. Zwaar vechten. Up, 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 up. Oh. Huh, wat denk je zelf, hè? Ga tegen me opnemen. Find the Templar artifacts. Oh. Wow. Ik kan je uitlokken, hè? Hahaha. Nu ben je klaar, toch? Ja. Je bent klaar. Hé! Hey. Hallo! Oh, ik ben bijna dood! Ik ben dood! Player desynchronized. Niet zo lekker. Niet zo lekker. You chop! Een trofee! Yeah! Woo! Oké. Okay. En nu? Ja, oké. Wat is hier wel een slagveld nu? Nou, nog meer. En nog één daar. Oké. Wat een fuck zeg! Ja. Waar komen die gasten vandaan dan? Waar komen ze vandaan? Ik wil... Oké, ik loop gewoon daar naartoe. Ik loop gewoon... Ik kan... Gewoon doorlopen. Kijk. Oké, ik moet gewoon doorlopen. Wat slim. Oh. Laat me met rust zijn. Oh. Laat hem ook met rust. Yes. Hier omhoog. Ik weet zeker dat ik hier omhoog moet, man. Even kijken, find. Ja, find. Oké. Okay. Hier omhoog klimmen. Denk ik. Ik ga omhoog, ja. Ja. Maar ik moet hier naar beneden. Stap in. Ah,
we gaan hier beneden. Kijk, 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 kijk. Kom mee, kom maar aan. Find. Ah. Nieuw objective. Kill the assassin. Oh. En nu, waar ben je? Daar ben je. Ha! Ik kom eraan. Kom op. Ik kan nog sneller lopen, ik kan niet sneller lopen. Nee, ik kan niet sneller rennen. Maar dat wil ik niet! Dat wil ik niet! Kom op! Kom op! Nou. Jezus. Oké, kom maar. Oh, ik heb je! Ha! Jij bent klaar! En jij gaat mij met rust laten! Ga je vluchten? Je gaat niet vluchten. Ah! Ik ga dood! Oh nee! Ik ga dood! Nee! Laat me met rust! Jij! Bitch! Oh, fuck! Ja! Player disintegrates. Nu! Nee! Twee. Hup. Ja. Je gaat niet bij mij weg. Ah, en nu ben je wel. Wat wil jij van mij? Oh. Verder. Ja. Oh my god. Swat in steen. Ah, ziet er wel mooi. En nu? Oh. Bye bye. Bye bye. 7 jaar later. No.
En ik vind dat wel een heel mooi moment om te gaan stoppen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden natuurlijk. En vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te geven. Ik ben een paar keer doodgegaan, dus ik zal iets geknipt hebben. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.